Hi Simmers, welkom bij deze uitslagvideo van er is, of nou ja, er was er een jarig giveaway. En wat hebben we daar een pech mee gehad, hè? Ik had gewoon verwacht dat ik deze video begin oktober zou opnemen en twee winnaars bekend kon gaan maken. Maar het is nu gewoon midden november, want ik heb het meerdere keren moeten proberen, meerdere keren die video moeten aanpassen. En ook jullie meerdere keren moeten proberen om te kunnen meedoen. Maar dan kwamen berichtjes bij mij helemaal niet binnen. Of ze kwamen maar heel eventjes binnen en verdwenen dan opeens. Ik had vaak maar een stuk of twee inzendingen die echt bleven staan en de rest was gewoon poef. En dat is natuurlijk niet eerlijk. Nou is wel het dingetje dat het stukje pech van de giveaway nu ook wordt meegenomen naar de uitslagvideo. Want als er één ding is wat ik heel belangrijk vind, is dat een giveaway eerlijk verloopt. Dus ik zeg natuurlijk ook altijd in mijn video's wat je precies moet doen. En ik zet het ook in de beschrijving om kans te maken op de prijs. En in dit geval was het het posten van een leuke verjaardagsherinnering. Ik heb trouwens hele toffe dingen kunnen lezen. Natuurlijk ook het woordje nieuw of retro achterlaten. En op mijn kanaal geabonneerd zijn. En dit moest op openbaar staan. Nou is dat dingetje wat vaak het meest wordt vergeten, ja, helaas, dan maak je geen kans op de prijs. En dat is nou het pechmomentje van deze uitslagsvideo. We hebben natuurlijk het groepje retro en we hebben het groepje nieuw. Ik kan dus geen prijs uitreiken aan iemand van het groepje nieuw, want de inzendingen klopten niet. Dat is natuurlijk super balen, maar er komt een twist. Voor het groepje retro ga ik natuurlijk iemand blij maken met de Sims 4 Retro Outfit Kit. En bij het groepje nieuw zou ik iemand blij maken met het basisspel en ook de Retro Outfit Kit. Die Retro Outfit Kit nemen we mee en stoppen we bij het groepje retro. Dus ik ga zo meteen twee retro inzendingen blij maken in plaats van één. Dat basisspel, check mijn Instagram. Maar dan is het dus nu tijd om te gaan grabbelen. Hier zitten dus alle loodjes in van de groep retro, die dus en een verjaardagsherinnering hadden gepost, het woordje retro in een berichtje hadden getypt en dus op mijn kanaal geabonneerd zijn en dit dus ook op openbaar hebben staan. Dus dit zijn alle inzendingen. En we gaan de eerste grabbelen. Dat is deze. En de winnaar is Robin Nionne van den Berg. Gefeliciteerd. Jij bent de eerste die dus de Sims 4 Retro Outfit Kit wint. Ik vertel zo meteen wat je moet doen. Maar we hebben natuurlijk nog een tweede persoon die ook graag een Retro Outfit Kit wil toevoegen aan zijn of haar Origin account. En dat wordt dit loodje. Wie staat hierop? Even kijken. Oh, Rocky, gefeliciteerd. Jij wint ook de Sims 4 Retro Outfit Kit. Robin en Rocky, twee winnaars met een R. Voor de Retro Kit ook met een R. Dat vind ik wel heel grappig. Wat moeten jullie doen om jullie prijs in ontvangst te nemen? Laat hieronder de video een reactie achter met of jouw Twitter, jouw Instagram, jouw Town of Plumops of jouw Origin gebruikersnaam. Kies jij voor Twitter of Instagram, doe dan in plaats van het woordje Twitter een blauw hartje voor je naam. En kies jij voor Instagram, doe dan een paars hartje in plaats van het woordje Instagram. Origin en Town of Plumops. Mops heeft YouTube denk ik geen problemen mee. Dus dat komt goed. Maar ik wacht jullie reacties af. En dan hoop ik heel snel aan jullie de prijs te kunnen geven. En voor de Sims 4 basisspel jongens. Er komt een giveaway op mijn Instagram account. Dus doe vooral daarmee als je daar kans op wil maken. Bedankt en tot de volgende video.